بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beste nobele broeders en beste nobele zusters. Alhamdulillah zijn we in Ramadan, een prachtige maand die wij inshallah met z'n allen goed gaan benutten. En deze geweldige maand is ook een bijzondere maand voor Stichting Al-Fitra, waarbij Stichting Al-Fitra ook voor een prachtige nieuwe pand gaat. En deze pand is ook een pand waarin wij met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala vele projecten, al dan niet bijna alle projecten, kunnen gaan verrichten. En vandaar dat wij ook een eerste begininzameling willen houden in deze maand. Van een streefbedrag van 600.000 euro met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. Hoe willen wij dat tot stand brengen? Middels de benefiet. De benefieten die wij inshallah gaan houden vrijdag, zaterdag en zondag. Elke vrijdag en zaterdag en zondag. En de laatste 10 dagen gaan wij ook inshallah deze inzetten. Omwille van Allah subhanahu wa ta'ala, om volledig de benefiet ook in te zetten. Maar dat niet alleen. We gaan ook omwille van Allah subhanahu wa ta'ala een andere actie beginnen. En ik wil dat iedereen daaraan meedoet. Alleen omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Zodat wij met z'n allen deze geweldige beloning kunnen krijgen. Wat is deze actie? Dat is namelijk dat een ieder voor minimaal 1000 euro, voor minimaal 1000 euro gaat richting zijn familie, zijn omringenden, zijn kennissen, mensen die hij kent, tot 5000 euro en meer. Dus vanaf 1000 tot 5000 euro en meer gaat proberen in te zamelen bij familie, kennissen en vrienden en mensen om hem heen, of acties die hij gaat inzetten in deze geweldige maand. Jong en oud, minimaal 1000 euro en tot 5000 euro. En degene die zich hiervoor wil melden, die kan dat inshallah doen door zijn naam op te geven, broeder of zuster, in het nummer die hier in het scherm zich bevindt. En vervolgens zullen wij met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala met hem contact opnemen en met hem ook deze zaak blijven begeleiden indien hij wil. En indien hij niet wil, hoeft dat ook niet, dan kan hij zichzelf inshallah hierin redden met de hulp van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus de actie is, zorg ervoor dat jij minimaal 1000 euro gaat inzamelen in deze maand tot 5000 euro. Dus dan kan iemand zeggen bijvoorbeeld, nee, ik ga voor bijvoorbeeld 2000 euro. Of een ander kan zeggen, nee, ik ga voor 5000 euro. Of een ander kan zeggen, nee, ik ga voor 6000 euro. Maar minimaal 1000 euro dat je je daarvoor aanmeldt, zodat je ook in jouw omgeving binnen deze geweldige maand gaat inzetten, oftewel gaat proberen in te zamelen voor Stichting Al-Fitra, voor een prachtige pand waar jij ook een bijdrage aan gaat leveren. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khairan. Zorg ervoor dat je nu alvast ook al doneert, indien je al wil beginnen met donatie. Doneer nu, want de snelste zal ook degene zijn die de meeste beloning zal krijgen met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus begin te doneren, ook in de link die je ook ziet in het balk op dit scherm. En zorg ervoor dat je ook zo snel mogelijk dit verspreidt, zodat zoveel mogelijk mensen hiervoor gaan doneren. Barakallahu fikum, laten we met z'n allen hier werk van maken. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alameen.